Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er zijn nog opklaringen boven Nederland, maar van het noordwesten uitzien we de bewolking dikker worden. En dat betekent niet alleen dat de zon het steeds moeilijker gaat krijgen, maar het betekent ook dat aan het eind van de ochtend in het noordwesten er al wat lichte regen kan vallen temperaturen liggen vanochtend vrij laag, een paar graden boven het vriespunt. Maar vanmiddag warmt het wat verder op. Het wordt 4 graden in het oosten en noordoosten tot 8 in het zuidwesten. De neerslagwind langzaam terrein en alleen in het zuidoosten is misschien nog eventjes een klein beetje zon. Verder vrij stevige wind langs de kust waait het krachtig met windkracht 6. Vanavond weinig verandering en de temperaturen zullen vannacht eigenlijk alleen maar verder oplopen en morgen wordt het gewoon ronduit zacht 11 tot 13 graden met bewolking droge periode maar soms ook een spatje regen en dat kan in het hele land voorkomen wind matig tot vrij krachtig uit een westelijke richting. Woensdag nog weinig verandering, eigenlijk net als de donderdag. Woensdag is wel de warmste dag, met 13 graden maar liefst. Donderdag een graad of 10 en daarna zie je de temperatuur langzaam wat dalen. Maar tegelijkertijd komt er ook wat meer ruimte voor de zon. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.